Ik heb hier naast de slee voor de Linshaag heb ik ruimte gekregen. En ik heb eens een beetje zitten prakiseren, wat ga je er nou mee doen? Want ja, je moet elke millimeter hier benutten. Dat is nou één keer zo. Maar ik had dat doosje voor die lijm gemaakt, dat kistje. Dan zat ik te denken, als ik hier nou eens een kastje ga maken. Gewoon van triplex. Hier staan twee zijpaneeltjes al. Het is 60 diep. En het is 75 centimeter hoog. Nou wordt het hele gebeuren wordt maar 25 centimeter breed. Maar toch zou je daarvan dit soort kistjes in kunnen maken, anders van vorm natuurlijk, maar met zo'n handgreepje waar ik deze lijm in ga bewaren, de Patex lijm in ga bewaren en alles van Bizon. Dus ik denk dat dat wel wat gaat worden. Ik ben er al mee bezig. Hier liggen de boven- en de onderkant, die moeten nog uitgezaagd worden. Dat doe ik natuurlijk met die kleine lekkere bos van me. Een geweldig apparaatje. Nou ja, goed. Dan als ik weer wat verder ben, dan laat ik er wel weer wat van horen. Ik denk dat het wel wat gaat worden. Maar ja, je weet het maar nooit. Nou, bye bye.